Goedenavond, Bornem. Goedenavond, Bornem. Goedenavond, moet je dan terug zeggen, zo beleefd en zo van die dingen. Dit was echt een indrukwekkende editie, dames en heren. Dat meen ik absoluut. Naar de andere kant. Jij leunt niet meer naar mij. We kunnen beginnen. Ik breng een kort verhaal over een jong koppel. En derden. Het paard staat in de wei. Ja, mocht je toen een chocomousse zeggen, misschien wel iets over mij, maar misschien uit deze gedichten. Ik ga twee sonnetten brengen, dat die wat meer over mij gaan vertellen. Het gras is groen. Er was eens een heel klein vissertje. De lucht is blauw. Lopend op een berg en dromend van elkaar. Het paard is blij. Misschien was dit moment een moment van uitzonderlijke openheid. Openheid voor een ongekende inspiratie. Ik heb het niet gehoord. Met Melissa ging ik voor het eerst zonder mijn ouders op reis. Naar Rome. Met de vlieger. En dat was ook de eerste keer. En mijn moeder wijst naar een paar ingemaakte potten rode kool en zegt, kijk... Dat is het enige wat nog overblijft van Bomma. En die avond aten we rode kool. Is er nu niemand die mij redden wil? Hé, hey, Griezel, het spookhuis staat ginder. En ik wacht maar. En ik wacht. Was het stresserend? Zeer. Ik had ruzie met mijn vriendin en ik wou het goed maken en ik had mij verkleed als een pandabeer. En ik had een liedje voor haar geschreven en sindsdien noemen ze mij wel eens pandaman. Je hebt ook een heel mooie stem, een beetje zwoel. Aangenaam om naar te luisteren. Dankjewel. Dankjewel. Toch nog steeds hetero. Ruud blijft hardnekkig hetero. Oké, zo. Ik tel mijn wc-papier. 2 vellen voor pipi, 4 voor kaka. De winnaar van vanavond is iemand die een tekst heeft gebracht die heel sprankelend was. Die heel veel humor en ontroering bevatte en heel veel eigenheid, heel veel creativiteit. Wil ik dit wel niet, 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 wil ik dit wel niet. Is het lied van een man in Ohio die stil wordt, terwijl hij... door een telescoop het bubbeltjes plastic van de maan ziet. Maud van Hauwaert. De mensen die een wildcard kregen vanavond of in de afgelopen rondes, van deze mensen mogen dus 3 mensen doorgaan naar de finale. En dat zijn geworden... Hanne voor Blitz. Ik denk persoonlijk dat ik gewoon heel normaal ben. Younes Hamma. Soms een worm in uw mond steken. In die duisternis kan dat nu eenmaal. Niemand ziet het. En Evi Rosiers. Proficiat. Kermis. De plek waar echte mannen nog echte beren schieten voor hun geliefde. Dankjewel, Ruud. En maar vrouwen kussen, je zou ze niet meer geloven. Dankjewel Ruud voor het juryverslag.